Het invriezen van vissen als euthanasiemethode. Ik had het er recent over tijdens een livestream en ik ga vandaag een stukje van die livestream gewoon opnieuw tonen, omdat het een volledig geheel zou zijn. Zometeen. Hallo en welkom terug bij het kanaal van Aquarium Sunshine Valley. Mijn naam is Dominique Maas. Met mijn kanaal is het de bedoeling om zoveel mogelijk gratis begrijpbare, betrouwbare, hapklare en to-the-point informatie te geven over het houden van een aquarium. Ben je ervan overtuigd dat deze gratis aquariuminformatie jou kan helpen? Klik dan zeker en vast op abonneren en op het duimpje omhoog. We gaan zometeen kijken naar een deel van de livestream die ik een tijdje geleden had over het invriezen van vissen. Eigenlijk ging het daar niet over, het ging over euthanasie bij vissen, maar iemand gaf de opmerking, kan ik mijn vissen gaan invriezen om dit te doen? Ik geef jullie daar mijn ongezouten mening over. Opgepast, het is ongezouten mening. De B-side DJ is invriezen van een vis die ten dode opgeschreven is een optie. Dat hangt er vanaf. Als je wilt een robbertje vechten met mij, dan mag je dat doen. Als je wilt hebben, dan kun je een keer ergens in een diepvries duwen en je verbiedt om er nog uit te komen, zodat je lekker langzaam pijnlijk kunt doodgaan. Dan mag je dat doen, ja. Was die duidelijk? Nee, dus invriezen is absoluut not done. Het is al meermaals bewezen dat het bloed en alle lichaamssappen beginnen te kristalliseren terwijl de vis nog perfect bij bewustzijn is. Hij is slomer, hij is trager, hij heeft amper nog hartslag door de temperatuur, net als dat de kooivissen en goudvissen in de vijver momenteel hebben. Dus ze leven trager, metabolisme is trager, het gaat allemaal veel trager, maar het bewustzijn is er nog 100%. Dus ga je eigenlijk die vissen hun bloed laten, bloed en alle lichaamssappen laten kristalliseren terwijl ze bij hun volle bewustzijn zijn. Dat is alsof dat ik zou, of dat ik zou vergelijken dat er bij een mens een product zou bestaan als je het in de aderen spuit, dat de aderen of dat het bloed begint op te warmen en op te warmen en op te warmen tot op een gegeven ogenblik dat gewoon je aderen kapot knallen. Maar al die tijd ben je dus perfect bij bewustzijn. Vergelijk het zo, dat is gewoon pure marteling. Hoewel men vroeger altijd zei, en hoewel men de dag van vandaag het nog altijd durft zeggen in aquariumwinkels, gewoon invriezen. Invriezen is een van de meest pijnlijke doden op gooi uw visje ergens in het droge na, is dat een van de meest pijnlijke manieren voor een vis om zijn laatste adem uit te blazen. Zo, dit was het stukje uit de livestream. Ik hoop dat jullie er iets hebben van bijgeleerd. We zien elkaar ongetwijfeld in de volgende video. Vergeet niet te abonneren. Klik op het duimpje omhoog. Ik wens je nog een fantastische dag toe. Dag!